laten we ons gewoon maar laten verrassen door Groningen en PEC vanavond. Wie weet, loge straffen zij alle verhalen en alle statistieken. En krijgen we gewoon een leuke, vrolijke pot voetbal. Vanaf de aftrap moeten deze elf dat gaan doen voor FC Groningen. Terug in de basis Thomas Soeslof. Voor de rest 10 dezelfde spelers als die met 4-1 wonnen in Sittard van Fortuna. Door zijn entree is Dammers de dupe geworden. Ondanks een prima potje voetbal zit hij op de bank. Dat is de keuze die Pingwing Buis, want zo ziet het er bijna uit op dit moment, heeft moeten maken. Ja, ook voor een trainer is het niet altijd even prettig om in dit soort omstandigheden te moeten coachen. Van den Belt. Hier komt de eerste gelegenheid aan, wilde niks zeggen. Alleen er wordt gekozen voor nog een breedteballetje. Richting de Wit. PEC begint op zich wel aardig. En heeft met Castaneer hier ook daadwerkelijk het eerste schot. Huiberts. Adziet. Krijgt te maken met Casanvirio en met Elankouri. Maar zo is hij daarvan verlost. Leeuwenburg dook wel. Maar voordat de doelman in actie moest komen was daar Zwerko. De Wit. Het is ver, maar hij raakt die bal lekker en die kegelt erin, zeg. Weer wordt Leeuwenburg van riante afstand gepasseerd. Net als een week geleden. En het eerste doelpunt van PEC Zwolle onder het bewind van Schreuder. Goed werk van Casanvirio. Zag dat er druk werd gezet en daardoor komt de Groningen nu helemaal hier. Strand Larsen. Kan die bal net niet prettig genoeg controleren voor Groningen. Gewoon maar de lange bal richting Strand Larsen. En Gonge. En hierdoor laat Lamprou zich niet verrassen. Soeslof. Van Hintem. Dat is een knappe bal voor het doel. En daar komt Lamprou ook heel goed zijn doel uit. Om zo kort op Strand Larsen te zitten. En een redding te verrichten. Duarte. Overtreding op Laros Duarte. Veel kleine overtredingjes van PEC Zwolle. Maar daardoor zijn ze wel steeds in staat zichzelf weer te hergroeperen. Het wordt een schot van afstand van Soeslof. Verrassend voor iedereen. Maar uiteindelijk niet met het gewenste resultaat. Huiberts, Reinders. 1 tegen 1 met Van Hintem. Gaat dat duel niet aan. Geeft er gewoon maar voorrichting. Adziet, die is veel gretiger dan Casanvirio. Valt die voorzet aan. Alleen zijn kopstoot mist de juiste richting. En Gonge. Goed verdedigd door Nakayama. Castaneer. Klaarleggen voor Huiberts. En Leeuwenburg grabbelt. Komt met een schrik vrij. Ze proberen het in ieder geval wel. En ze zijn er toch een aantal malen al dichtbij. Nou, daar is hij bijna. Het is aan Leeuwenburg te danken dat Castaneer hier niet doeltreft met de kop. Voorzet van Strieder. En eerlijk gezegd had Castaneer hem in een hoek moeten koppen. Reinders. Castaneer met de Te Wierik. Reinders. En daar is ze altijd zo. Ja, als je dan toch je eerste goal moet maken in Zwolse dienst, dan maar op een spectaculaire wijze. Hij probeert het zeer spectaculair. Goed werk van Ngonge. Krijgt hem ook gelijk terug. En dan is daar de kans voor Strand Larsen. En uitstekend verdedigend werk van Voet. Dit zijn ingrepen die punten waard zijn. Duarte achter de bal. Legt hem weer aardig neer. Castaneer verlengt op de arm van Kersten. Maar ja, van zo dichtbij. En het gaat allemaal zo snel.
Duarte. Tegen Strieder aan. Casanvirio verslikt zich hier. En dat kost hem een gele kaart, lijkt mij. Hij komt wel lelijk in zijn pas terecht op de Achilles van Huibert. Strand Larsen, omdat Nakayama die bal wel aanraakt. Maar daar voor de rest niet heel veel goeds mee doet. Alleen Strand Larsen heeft iemand van Groningen in zijn buurt. Hier zat meer in voor de thuisploeg. Als Nakayama die aanval eigenlijk alleen maar makkelijker maakt. Hier Randoest. Corner voor FC Groningen. Echt dreigend wil het allemaal nog niet worden. Komt daar nu verandering in. Een hernieuwde corner. Poldervaart geeft nadrukkelijk aan hoe deze corner genomen moet worden. Of meer beter gezegd, hoe de bezetting moet zijn voor het doel. Allemaal voor de snuffert bij Lamproeders. En dat moet dan nu het resultaat opleveren. En dat gebeurt dus ook. En Poldervaart bal de vuist. Want hij dirigeerde iedereen die kant op. En het is 1-1. Een weerwar aan spelers. Waarbij we nu het antwoord gaan krijgen wie het doelpunt op zijn naam krijgt. Ik denk dat het een eigen treffer is van Thomas van den Belt. Je ziet ook aan de reactie van die Zwolse speler dat hij gelijk flink de baal in heeft. Soeslof. Postema. Een corner via Kersten. Even kijken of Poldervaart dan weer komt met zijn instructies. Nou, hij komt in ieder geval de dugout weer uit. En bijna met hetzelfde resultaat, want er wordt gekopt door Zwerko. Van Hintem. Daar komt Lamproe. Die heeft hem niet. Dan is het doel verlaten, maar is het te lastig om die bal in het doel te krijgen. Herkansing om hem wat beter voor het doel te brengen. Tedic, Nakayama en de kopbal op de lat. Daar was Zwolle nog heel dicht bij een overwinning via voet. Een Zwolse zomer is het nog niet. Maar de eerste zwaluwen wel zichtbaar dankzij het 1-1 gelijke spel bij Groningen. Komt er ook een einde aan de miniserie van Groningen van 2 overwinningen op rij. Voor de 5e keer dit seizoen al een gelijk spel in eigen huis.